Na Martien Meiland en Erika Meiland heeft nu ook hun dochter Maxime Meiland een eigen biografie, eveneens geschreven door hitschrijver Jan Dijkgraaf. Volgens het AD gaat het echter niet zo lekker met de verkoopcijfers. Maxime Meiland kan met boek Succes van haar ouders niet evenaren kop de krant op zijn showpagina. Het AD spreekt van slecht nieuws voor Maxime. Haar boek met haar levensverhaal scoort minder goed dan dat van haar ouders. Pijnlijk, omdat ze juist in het boek zegt meer geld te willen verdienen voor haar bijdrage aan hun real life soap, is te lezen in het dagblad. Hier wordt verwezen naar Maxime's onthulling dat ze strijd heeft met haar ouders als het gaat over hun tv-verdiensten. Zij vindt namelijk dat ze recht heeft op een groter deel van de talpa-buit. Dat is ze niet waard, lijkt het AD nu te suggereren. Voorlopig lijkt er wel een fors verschil te zitten tussen Martien, Erika en Maxime. Martins boek kwam op één binnen in de bestsellerlijst. Erika op de tweede positie, maar stoten een week later door naar de hoogste plek. En Maxime, zij staat met een vierde plek in de eerste week en vijfde plek in de tweede week voorlopig diep in de schaduw van haar ouders. Wilfred Gené heeft dit AD-artikel ook langs zien komen en merkte gisteravond op in vandaagens site: Maxime Meiland gaat niet zo goed, zag ik. Die staat op vier. Johan Derksen, dat vind ik wat minder relevant hoor. René van der Gijp, die dochter. Wilfred, die dochter, ja. Biograaf Jan Dijkgraaf is niet onder de indruk. Iemand vraagt op Twitter aan hem: Jan, het boek ging toch juist goed bij Bruna, etc. Jan daarop, zeker. Lekker laten lullen.